Mijn naam is Hussein Kamal. Ik ben 21 jaar. Ik woon in Alkmaar. Ik ben daar geboren en getogen. Ons gezin bestaat uit mijn vader, mijn moeder. En daarnaast heb ik 5 broers en 2 zussen. Ben ik op 3 na jongste van ons gezin. Ik woon nog altijd thuis, gelukkig wel. Van kleins af aan was ik bezig met voetballen. Op een gegeven moment moet je keuzes maken en af en toe voetbal ik meer dan naar school gaan. Maar uiteindelijk ben ik in bezit van diploma's, VMBO, MBO, dat heb ik wel nog afgemaakt. Mijn ouders komen uit Marokko. Ze zijn Mesaadien, is een stam uit Marokko, Mesaadien. Overal familie in Marokko, oorspronkelijk uit Fez. Daar hebben we nu ook nog familie, maar we hebben ook familie in Tezerin, dus een beetje in het zuiden. Op een gegeven moment word je ouder en zo, dan hoor je van mensen dat je wat mee moet gaan doen met die talent die je hebt. En veel van mijn vrienden die zaten daar bij een club, dat was ongeveer rond ik 12 was, 13. Maar ik wou dus zelf ook graag met mijn vrienden voetballen. De meeste gingen dan in de buurt bij een club, bij Alkmaarse Boys gingen ze voetballen, maar... Ik had toen de pech dat mijn ouders dat niet konden betalen, de contributie. Dat vond ik erg jammer. Want wat elke jongen natuurlijk heeft als droom bij een grote club te spelen. Als Ajax, Barcelona of AC Milan. Nu mijn droom is eigenlijk ook gewoon profvoetballer te worden. Bij een mooie club voetballen. Het liefst gewoon heel Alkmaar bij AZ. Ja, ik woon zelf natuurlijk al, maar ik weet veel van AZ. Ze zijn landskampioen geworden vorig jaar. Mijn doel om gewoon op tv gezien te worden, dat ik daar wedstrijden speel. Dat ik gewoon in een groot stadion voor veel mensen, dat ik daar mijn ding doe. Ja, dan rond mijn 12e jaar, 13. Iedereen, al die vrienden, die speelden daar bij vereniging en... Toen was ik op dezelfde tijd, ja, af en toe keek ik wel naar hun, maar toen was ik gewoon vaak te vinden op het pleintje, was ik daar gewoon aan het voetballen. Op een gegeven moment, 2 jaar later, toen ik 14 was, 15, toen mocht ik eindelijk op voetbal. Mijn eerste club was Alkmaarse Boys, dus bij mij op de hoek, in het park, vlakbij het park waar ik woon. Vanaf mijn 17e speelde ik bij AFC 34, dat was ook in Alkmaar. Dan speelde ik maar 1 seizoen, 17e en 18e. Vanaf 18e... voetbal, ik ben bij Flamingo's 64 tot nu nog steeds. Ik voetbal daar al bijna 4 jaar. En op een gegeven moment, zonder dat je door hebt, dan word je beter natuurlijk. Al voetbal elke dag op het pleintje. Dan word je ook technischer. En rond die tijd, rond mijn 14e, 15e, begon je echt je talent te ontwikkelen en te verbeteren op het gebied van straatvoetbal. En dan op een gegeven moment, uit niets kwam Pana voetbal. Dat iedereen aansloeg. Veel jeugd, veel mensen beoefenden. Toen was echt een hype. Toen hier in Nederland, nu nog steeds. De bedoeling van Pannen is dat je tegenstander zeg maar, vernedert door hem door de benen te spelen. Maar niet per se dat, maar je kan ook zeg maar, iemand gewoon vernederen om hem, dat je beter dan hem bent. Dat je hem gewoon de bal laat zoeken. Of dat je bij wijze van iedereen op een pleintje dood of zo. Dan krijg je ook hier respect van. Dan krijg je meer zelfvertrouwen door. Maar pannen is wel iets wat veel jongeren trekt. En pannen was toen echt mijn ding. Toen op straatvoetbal, ik ben heel erg bezig. Maar uit het niets, dan doe je mee met toernooitjes en dergelijke. En dan win je toernooien en dan word je overal bekend. Eerst in Alkmaar heb ik een toernooi gewonnen. Dan het NK had ik gewonnen. Op een gegeven moment word je nationaal bekend. En dan op een gegeven moment wordt het ook echt serieus. En dan ga je serieus mee aan de slag. En ga je voor bureaus werken, voor organisaties ga je werken. Ja, in 2005 was mijn eerste NK in Haarlem, die voor ik. En sindsdien ben ik alleen maar gegroeid. Heb ik steeds meer toernooien gewonnen. Inmiddels heb ik er al 3 Nederlands kampioenen gewonnen. Ja, dus sinds 2005 is het een beetje begonnen met mijn panna-carrière. En 2007 vond ik zelf een belangrijke, mooiste overwinning. Mooiste moment ook. Tot nu toe dat ik die heb gewonnen. En daarna was ik in 2008, had ik die ook gelijk gewonnen, het jaar daarna. Ja, sindsdien, in de tussentijd, sinds 4 jaar, hou ik me echt bezig met optredens, met clinics, met demonstratie. Vooral met jongeren.
Via Japan Knockout wordt het vooral geregeld in sports of Noord-Holland. Dan reis ik door heel het land door, van Den Helder tot aan Maastricht. Of van Vlissingen tot aan Groningen, maar ik zet waar van in de kleinste dorpjes. Als er een evenement is waar ik sta geboekt, dan ga ik daarheen. En dan voetbal ik met die jongeren, leer ik ze trucjes aan, geef ik een demonstratie. Mijn doel is dat ik me vooral richt op jongeren. Omdat ik ook ben opgegroeid in de jeugd, een moeilijke jeugd ook. En ik weet dat de kansen heel zeldzaam zijn om die krijgen om echt door te brengen. Het is verschrikkelijk leuk als je ziet wat Hussein doet. Hij maakt iedereen enthousiast voor bewegen, hij maakt iedereen enthousiast voor sport. Nou, wat willen we nog beter? Dus wat mij betreft zullen we heel veel kleine Hussein'tjes zien binnenkort. Ja, Hussein betekent veel voor de Cruijff Foundation, omdat wij het geweldig vinden dat een meervoudig kampioen de verantwoordelijkheid neemt om ook wat hij goed kan terug te geven aan de maatschappij, aan de jeugd. En wat dat betreft veel raakvlakken met onze stichting. En extra leuk natuurlijk dat hij met elke clinic ook geld bij elkaar haalt voor de Cruijff Foundation. Om op die manier iets terug te geven aan kinderen die het wellicht wat minder makkelijk hebben. Nederland heeft ook juist mensen nodig die zich willen inzetten voor de jeugd. Want uiteindelijk het goede moet van het slechte overwinnen. Zodat ze niet verloren gaan. Want hoe je went of keert, jeugd heeft de toekomst.